Ik wil jullie graag Tijmen Schep introduceren. Hij is medeoprichter van Setup. Hij is creative lead daar. Hij heeft een boek geschreven, Design My Privacy. Weet daar veel van. Heeft daar zeker ook een mening over. En komt hier vandaag over praten, over digital privacy. Maar ik geloof dat je ons nog iets heel nieuws komt te vertellen. Dus, graag een hartelijk applaus voor Tijmen Schep. Hallo allemaal, superleuk om hier te zijn. Even kijken. Werkt dit? Oh, vet. Echt een perfecte inleiding, want inderdaad, ik wou iets nieuws vertellen. En dat gaat onder andere over animated GIFs. Dus, ik weet niet of dit klopt. Spannend. Maar ik kan al wel beginnen hoor. Mijn naam is Tijmen Schep. En ik hou me inderdaad heel veel bezig met privacy. En daar ga ik het met jullie ook vandaag over hebben. Specifiek probeer ik op dit moment een woord te lanceren in het publieke debat. En dat heet social cooling. En daar ga ik jullie eigenlijk uitleggen wat dat is. Het is eigenlijk in twee delen. Ik ga het hebben over wat het probleem en wat is de oplossing. Bert, geef alsjeblieft een gil als ik te snel praat. En Bert had ook de tijd in de gaten. Maar eerst... Ja, met de klikker doet het niet... I love it. Ja, want ik ben zelf ook een Drupalista. Had je misschien niet gedacht. Maar ik werk al heel lang met Drupal. En onder andere bij Setup is onze website gebouwd in Drupal. Heel trots op. Dat ding kan microsites bouwen binnen Drupal. Superhandig. Lang verhaal. Maar ik heb voor de... doe het nog steeds niet? Ja, want ik heb iets gebouwd afgelopen week. Dat is het gaaf van Drupal. In een week kan je gewoon iets gaafs bouwen. En dit zat al heel lang al, kriebelde mij al heel lang, want ik wilde dit hebben, maar het bestond niet. En dit is Website Slideshow. En Website Slideshow is in wezen een dienst waar je een playlist kan maken van websites. En die kan je dan fullscreen bekijken. Dus je ziet een detailpagina, je kan het aanpassen en toevoegen. En zo ziet het dan fullscreen uit. Als je met je muis eroverheen gaat, dan gaat die muis daar weg en zo. Super handig voor bibliotheken, musea en dat soort dingen. Ik werk veel in de bibliotheek bij Setup en hebben echt altijd een ding nodig om op een muur gewoon dingen te kunnen projecteren. Super vet. Check it out, Drupal, 1 week. Fantastisch. En heel erg leuk om hier te zijn met Drupal Jam inderdaad. En de klikker doet het niet heel goed. super leuk en 5 sterren en dat komt zo meteen terug. Maar waar was ik? Ik ging jullie vertellen over social cooling en wie ik ben. Nou, heel korte introductie. Ik ben privacy designer, zo noem ik mezelf tegenwoordig, als iemand het vraagt. Dus ik hou me bezig met het ontwerpen van privacyvriendelijke diensten en producten. Ik heb onder andere een boek geschreven daarover. Een boekje hoor. Design My Privacy, samen met het Moti Museum uit Breda. Dat bestaat niet meer helaas. Vorig jaar uitgekomen en wordt onder andere gebruikt in hogescholen om studenten uit te leggen wat privacy design is en hoe dat werkt. Maar breder gezegd zou je kunnen zeggen dat ik een technologiecriticus ben. Dus wat dat eigenlijk betekent dat ik niet alles wat Silicon Valley vertelt als zoete koek slik. En daar krijg ik dan voor betaald. Dat is echt fantastisch. Ik schrijf onder andere teksten. Maar het leukste werk dat ik doe is denk ik als creative lead bij Setup hier in Utrecht. We zijn een media lab, een culturele organisatie. Wij gebruiken humor om hedendaagse technologievraagstukken aan een breed publiek uit te leggen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting. Nou, een voorbeeld daarvan, dat je misschien kent, is een project dat we gedaan hebben met Dimitri Tokmetsis en Yuri Veerman. En dit was een webshop die koffiemokken verkocht, met erop kinderfoto's. En die foto's kwamen van Flickr, waar heel veel ouders kinderfoto's uploaden. En dan vaak een licentie geven die commercieel hergebruik toestaat. Vaak per ongeluk. Dus toen dachten we, dat gaan we gewoon doen. Hij klikt uit zichzelf. En dat was best een leuk project en het kreeg heel veel aandacht. En het was een mooie manier om ons uit te leggen dat je eigenlijk 3 soorten surveillance hebt. De klassieke surveillance, maar je hebt ook surveillance, wanneer jij bijvoorbeeld met je smartphone een politieagent filmt. Maar ook covalence, en dat is wat er steeds meer gebeurt, dat wij elkaar heel erg in de gaten houden, bewust, onbewust. En dat wilden we uitleggen, van, je belt je te verbergen, je kinderen, en dat komt onder andere door covalence. Nou, zo proberen wij dat soort dingen aan te zwengelen.
En dit was een ander werk wat uit die campagne kwam. Het stond in de grote schermen in heel Nederland, in de public screens, om uit te leggen, wij zijn de nieuwe bewakingscamera's eigenlijk, wij zelf. Maar zoals gezegd, ik wou het met jullie hebben over social cooling. En wat is social cooling in een notendop? Social cooling is het idee dat op de lange termijn het leven in een datamaatschappij ons misschien braver maakt. En dat dus ja, de maatschappij afkoelt als het ware, dat we minder creatief worden. Nou, dat klinkt misschien gek en ik ga uitleggen vandaag dat het zo is en wat we daar moeten doen om te voorkomen. Daaronder ga ik langs big data gaan we het natuurlijk over hebben, maar ook de opkomst van de reputatie-economie en uiteraard komt privacy aan bod. Wat is dat nou precies? Maar ik wil beginnen met een vraag. Wie heeft hier wel eens dat hij niet op een link klikt? Want je denkt, misschien onthoudt iemand dat en dat ziet er dan misschien niet al te goed uit. Ja, veel mensen, dat wordt steeds meer. Ik zat met een vriendin van mij te praten en die noemde dat klikvrees. Dus als je nog een woord lanceert, klikvrees is het woord voor dit soort chilling effects, cooling, afkoeling effecten. En dat gebeurt heel veel. Heel veel mensen hebben dat probleem. Je ziet ook dat het dus gebeurt. Dus dat mensen minder over inlichtingendiensten lezen. En als je iets breder kijkt, zie je dat echt wijd verspreid is. En een van de artikelen die mij heel erg opviel op een gegeven moment was, wat Spring Break Gets Tamer as the World Watches Online, waarbij studenten gewoon minder losgaan. Daar kom ik straks op terug. Dus dit is een probleem en dat wil ik met jullie aankaarten. En het begint eigenlijk hier, bij dit simpele idee. Dat als je het idee hebt dat je wordt bekeken, dan ga je anders gedragen. Ik denk dat ik daar niet hele rare dingen mee zeg. Dat was ooit het startpunt voor een architect in de 19e eeuw, Jeremy Bentham, om te zeggen, hey, daar gaan we een gevangenis omheen ontwerpen. Dus hij bedacht een gevangenis, zogenaamde Panopticon. En het idee was dat je in het midden had je een grote bewakingstoren en daar zat een bewaker in. En die keek naar de gevangenen rondom hem. En de grap was dat die bewaker kon wel de gevangenen zien, maar de gevangenen niet de bewaker. Dus wat gebeurde er dan? Die gevangenen leefden eigenlijk permanent met het idee van, misschien word ik wel bekeken. Misschien ook niet, de kans was klein, maar het zou kunnen. En dus Bentham's voorstel was, die gevangenen die gaan op een gegeven moment uit de gevangenis, maar die hebben nog steeds in hun hoofd dat idee van, mag wat ik doe nu wel? Word ik nu nog bekeken? Hij zei, dat gaat op een gegeven moment wordt dat geïnternaliseerd. Deze gevangenissen zijn allemaal opgedoekt eigenlijk, want het bleek eigenlijk onmenselijk om dit mensen aan te doen. Dat is eigenlijk grappig genoeg wel toch wat er nu gebeurt in de maatschappij. En big data zou je kunnen zeggen, neemt dit idee van dat panopticon, dat effect, en supercharge dat, maakt het veel sterker. En ook subtieler tegelijkertijd. Het idee van data is natuurlijk dat het belooft dat het ons gedrag kan veranderen. En dat is wat al adverteerders op gokken. Hè? Van, nou, als iedereen weet wat ze doen, dan kan ik beter aangepaste advertenties doen. En dan gaan mensen dingen kopen. Maar het gaat veel verder dan dat. En om een klein voorbeeld te geven van hoe ver dat kan gaan, wil ik met jullie hebben over China. Wat daar op dit moment gebeurt. In China zijn ze op dit moment bezig met het zogenaamde social credit systeem te bouwen. En dat is een systeem waarbij elke burger een score krijgt die in wezen weergeeft hoe braaf die burger is. Dit is wat ze zeggen. Ze zeggen, when people's behavior isn't bound by their morality, a system must be used to restrict their actions. Dus als mensen niet zelf moreel zijn, dan gaan wij een systeem bouwen om ze te helpen om moreler te zijn. The system will be based on various criteria, ranging from financial credibility and criminal record to social media behavior. From 2020 onwards, each adult citizen should, besides the identity card, have such a credit code. Dus dit wordt verplicht. En ze pakken echt alle data zo'n beetje die ze kunnen pakken. Maar waarom wachten? Er is al een eerste versie. De Sesame Credits, en dit is al een app waarmee je onder andere kan zien, ja, het koppelt aan Alibaba, zo'n grote webshop. Allerlei dingen worden gekoppeld en kan zien. Je ziet al dat studenten in cafés nu al hun scores met elkaar gaan vergelijken. Sterker nog, het is al gekoppeld aan de grootste datingwebsite van China. Dus je kan al een beetje kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Of ze hun rekeningen wel op tijd betalen en zo, of ze de juiste dingen kopen. Dus koop je de juiste dingen, dat wordt nu al in China heel belangrijk en het wordt zo meteen uitgebreid. Maar zo meteen het krijgen van een lening of een visum, dan moet je een goede score hebben. Dus je wilt natuurlijk niet dat mensen naar buiten China gaan die niet representatief zijn voor het regime. En zelfs een overheidsbaan, dan moet je zo meteen een goede score hebben. Etcetera. Dus je ziet dat heel erg wordt gekoppeld en vergroot. En dit is voor mij het allerbizarste aan dit systeem. Tot nu toe kan je nog zeggen, oké, eigen schuld, dikke bult. Weet je wel, als je een slecht mens bent, dan krijg je minder kansen. Maar ook de score van je vrienden beïnvloedt dus jouw score. Dus als je, dan ga je ineens nadenken, wie zijn mijn vrienden? Dus hier zie je de opkomst van dingen als datadiscriminatie.
waar ik nu over wil hebben. En datastratificatie. Dus dat je echt gaat nadenken van wie zijn mijn vrienden en wie ga ik om. Dat klinkt science fiction, maar dat gebeurt dus echt. En een van mijn nieuwe hobby's is om zeg maar, foto's te nemen van die foute stokfoto's. En daar dan dit mee te doen. Dus ik heb deze foto en dan ga ik dit doen. En meteen wordt het een heel ander soort foto. Je meteen... het is meteen een soort sappig Hollywood verhaal, weet je wel. Oh. En in ja, de kader van vandaag ook dit, weet je. Dit weten we allemaal natuurlijk. Maar ja, die arme Yoshi, hoe zal die zich voelen? Oh. En dat is voor mij zo'n manier om dat tastbaar te maken. Wat daar gebeurt. Oké, nou, je kan nog zeggen dat gebeurt alleen maar in China. Die Chinezen zijn ook gek ook. Maar hier in het Westen bouwen wij dit ook. Hier noemen we dat dan de reputatie-economie. En de reputatie-economie, een voorbeeld daarvan is een Deens bedrijf, het heet Deemly, maar hier zijn echt een ton van dit soort bedrijven die dit doen, die nu al jouw verschillende scores op websites samenvoegen en dat tot een publieke score maken. En ik wil heel kort hun reclamefilmpje laten zien. En moet je eens kijken naar de vergelijking met China, wat je net hoorde. Meet Cheryl. She's a keen traveler, often renting apartments from others, and she loves to swap trendy clothes and dresses. She's looking to catch her first Lyft from a rideshare app, but has no previous reviews to help support her. Aww. Luckily, she's just joined Deemly, where her positive feedback from the other sites appears as a Deem score, helping her to win a rideshare in no time. Deemly is free to join and support users across many platforms, helping you to share and benefit from the great reputation you've earned. Imagine the power of using your Deem score alongside your CV for a job application. Zoals in China. Perhaps to help get a bank loan or even to link to from your dating profile. Zoals in China. Sign up now at deemly.co. Deemly. Better your sharing. Whatever the hell that means. Maar hier zie je dus de opkomst van dit soort systemen ook in het Westen. En wij laten het gewoon door de markt bouwen. Maar hier zie je dezelfde trend. En dan kan je zeggen, maar dat is toch allemaal niet nieuw. We hadden al eeuwen scores van mensen, banken hadden al kredietscores en zo. Nee, dat is waar, maar dit is echt zoveel groter en dieper aan het worden. Technologie maakt niet per se altijd nieuwe dingen, maar technologie is heel goed in het democratiseren van dingen, het breder verspreiden van dingen. En dit wordt dus nu echt heel breed toegankelijk. En wat je in wezen ziet is dat al die dingen die je online doet, je Facebook likes, al die dingen, die worden allemaal samengevoegd in die cloud en daar worden dus scores van gemaakt. Volgens een bedrijf wat dat heel erg goed te doen, die naar die cloud data kijkt voor jou, is Crystal. Daar kan je gewoon, heb ik een abonnement op gehad, dat is fantastisch. Kan je ineens van iedereen die een LinkedIn-account heeft en meer, kan je kijken wat hun psychologisch profiel is. Waarom is dat nou? Nou, dan kan je beter e-mails sturen, zodat je meer van die persoon gedaan krijgt, bijvoorbeeld als je ze nog niet kent. Nou, deze markt was in 2015 al 150 miljard waard. De databrokersmarkt. Het is een gigantische markt en bijna niemand kent hem. Weet je? Dat is niet een soort alsof het op de radar staat. En dat komt denk ik omdat ten dele zie je die scores, die kennen we. Hè? Op Airbnb heb je een score en bij Uber. Maar het grootste deel van die scores zit onder water. Die zijn niet zichtbaar voor ons. Bijvoorbeeld bij Tinder heb je blijkbaar een soort fuckability score. Die ze intern gebruiken door het algoritme, maar die zie jij natuurlijk niet. Hè? En als je die wel ziet, dan zag een journalist, zag die en was helemaal creeped out. I wish I hadn't. En sommige van die databrokers hebben wel 5000 scores over mensen. Variërend van wat je interesses zijn tot aan het psychologisch profiel. Of het waarschijnlijk is dat je veel geld gaat erven. Of je ooit verkrachtingsslachtoffer bent geweest, et cetera. Dus het is op een gegeven moment dat ik het inzet. Achter die cloud, daar zitten de sterren. Mooi hè, ja, ik was er blij mee. wat zijn nou de issues hiermee met de opkomst hiervan? Nou, het eerste is dat mensen op dit moment denken dat algoritmes eerlijker zijn. Dat is niet helemaal waar, maar mensen geloven dat heel erg. Maar wat je ziet is dat in de praktijk, dat die algoritmes juist heel erg onze biases en onze discriminatie, die al is in de maatschappij, oppikken en weer terugvoeren aan ons. Dus een voorbeeld is waar een banenzoeksite, waar advertenties waren van Google. En wat gebeurde nou? Vrouwen kregen minder snel advertenties te zien voor goed betaalde banen dan mannen. Want het algoritme had gewoon opgepikt. Google is niet evil daarin, maar het algoritme had opgepikt dat vrouwen minder snel advertenties klikken voor goed betaalde banen. En gaat dan vervolgens minder advertenties laten zien. En vaak zie je dat die algoritmes worden getraind op data. En die data heeft al biases. En die komt dan weer terug in de uitvoer van zo'n bias. Dus bias in, bias out.
En dat heeft soms serieuze effecten, want in Amerika is het al zo dat als je naar de gevangenis gaat, dan kijkt de rechter, die krijgt een klein appje en die kijkt wat de kans is dat je opnieuw de fouten te gaan, de recidive score. En dat algoritme, zo bleek, was discrimineerde. Dus twee keer vaker dan voor blanke mensen kregen zwarte mensen kregen de rechter te zien dat die waarschijnlijk opnieuw de fout in zouden gaan. Twee keer vaker dan je zou verwachten op basis van gewoon de bevolkingsgroepering en andere factoren. Dus dat was een probleem. Dus die algoritmes zijn niet per se eerlijk. En wat je ziet is dat mensen toch, dat ook andere dingen zitten. Mensen gaan zich achter verbergen. Dus bedrijven zeggen steeds vaker van, ja, ik wil wel, maar het mag niet van de computer. Hè? Dus dat is een nieuw woord voor bedacht. Mathwashing. Ik vond het fascinerend. En de domeinnaam bleek ook nog vrij, dus dat is helemaal mooi. En die dingen zijn ook nog eens hartstikke ontransparant. Hè? Dat is echt het politieke issue. Hè? Als je door een rechter wordt veroordeeld, dan kan je nog zien en snappen welke wet je hebt gebroken. Maar deze dingen zijn hartstikke ontransparant. Terwijl ze steeds meer macht krijgen over ons. En dat zie je ook terug. Dus in China zeggen ze dan, ja, we'll not divulge exactly how it calculates credit scores. It's a complex algorithm, of het is bedrijfsgeheim. En dat zie je ook in Nederland. In Nederland, in Dordrecht, krijgen studenten tegenwoordig scores die aangeven wat de kans is dat ze gaan spijbelen en of het wel goed met ze gaat. In Nederland. En wat bleek nou? Ja, toen gingen ze dus vragen, hoe werkt dat systeem dan? En wat zeggen die mensen dan? Ja, het valt niet uit te leggen hoe ons model heeft besloten of iemand wel of niet een risicoleerling is. Daarvoor is het systeem te ingewikkeld. Dan krijg je daar weer discussie over. Holy shit. Ja? Dus dat is een soort de ontransparantie van die systemen die we nu zien. En zo komen we dan bij social cooling. Hè? Dus de naam voor het probleem wat ik probeer te beschrijven is dat, wat gaat dit op de lange termijn met ons doen? Het leven in een wereld waar je op allerlei dingen scores krijgt en waar mensen misschien nu nog niet allemaal doorhebben dat ze extreem veel scores hebben onder de waterlijn, maar dat wordt steeds zichtbaarder. Steeds meer mensen die krijgen dan geen baan of zo. Die zeggen, waarom heb ik die baan niet gekregen? Ja, ons algoritme heeft je sollicitatiebrief bekeken en andere scores en toen besloten we dat we jou niet gingen huren, maar iemand uit Wassenaar, want die had een betere score. En dan gaat het schoen wringen. En dan gaan mensen hier wakker worden. En dan gaan mensen hun gedrag aanpassen. Dus die lange termijn effecten, daar wil ik met jullie ook kort op induiken. Dus de eerste, er zijn er drie. En de eerste heb ik eigenlijk al een klein beetje genoemd. Dat is de opkomst van een cultuur van zelfcensuur. Dus mensen heel erg gaan hun gedrag gaan aanpassen. Dus ik had het al over die studenten in Amerika. Op spring break. Die zeggen, ja, we are very, very reserved. Weet je wel, je gaat liever niet los. You don't want to have to defend yourself later, so you don't do it. Want ze zijn allemaal bang, dus het volgende dag, zelfs wat ze doen, staat op Facebook. En dat zie je dus ook echt, hè, terug in studies, dat dat aan de hand is. En zoals gezegd, klikvrees leek me daar een mooi woord voor. En het bizarre hiervan is eigenlijk dat je dus in een maatschappij leeft waarin je wel vrijheid hebt, maar niet gebruikt. Dat is echt, het is niet alsof onze vrijheden worden afgenomen. Nee, we hebben ze nog wel, maar we gebruiken ze niet. Want we zijn bang voor de effecten binnen voor de sociale druk die daaruit ontstaat. Dat is echt een bizarre situatie. En het heeft grote maatschappelijke gevolgen. Hè, voor de lange termijn. Dus een van die gevolgen is dat de maatschappij minder makkelijk zal kunnen veranderen. Want daar is privacy namelijk essentieel voor. Dus dan zie je de maatschappelijke waarde van privacy. Je ziet namelijk heel de tijd dat dankzij privacy groepen minderheden kunnen eigen andere bizarre ideeën ontwikkelen. En die komen langzaam in de mainstream. Een voorbeeld is in Nederland wiet. Weet je wel, wiet is in Nederland een drug die ooit, oh, dat doe je niet. Drugs, gevaarlijk. Maar mensen gingen dat thuis proberen. Probeerden een beetje wiet. Hey, Jannie, wil je ook eens een joint proberen? Oh, oké, vooruit. Dat valt eigenlijk wel mee. En langzaam ontstaat onder de laag van zo'n maatschappij het idee van, oh, misschien is het allemaal wel niet zo erg. En langzaam verandert die maatschappij haar gedachten over dat soort dingen. En dit heeft veel belangrijke maatschappelijke gevolgen. I never intend to adjust myself to racial segregation and discrimination. I never intend to adjust myself to religious bigotry. I never intend to adjust myself to economic conditions that will take necessities from the many to give luxuries to the few and leave millions of God's children smothering in an airtight cage of poverty in the midst of an affluent society. Waar Martin Luther King het hier over heeft, is hij zegt, I am proud to be maladjusted. Ik ben trots op dat ik niet aangepast ben aan de maatschappij. Dat ik opkom voor een onrecht wat ik zie. Nou, dat is, kan je afvragen of er druk ontstaat op mensen om misschien minder snel boos te worden. Oh ja, maar dan gaat mijn score omlaag. Zou ik dan nog wel doen? En dat is iets waar we echt op moeten gaan letten, denk ik.
En zo kom je eigenlijk bij het derde ding, en dat is de economische gevolgen hiervan. Wat gebeurt er met de maatschappij als haar innovatoren en haar burgers minder snel risico durven te nemen? Dus dat zie je, in 1995 zijn ze in New York, gaven ze al artsen allerlei scores. Dat zijn ze toen al experiment gaan doen. Toen zagen ze een vrij bizar effect. Als je het hoort, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Maar destijds was het soort van, wow. Wat gebeurde nou? Nou, die artsen die gingen opereren, onder andere op kankerpatiënten. Maar een aantal van die artsen die gingen niet meer kankerpatiënten opereren die een grote kans hadden om te overlijden. Want dan ging hun score waarschijnlijk omlaag. Want als mensen doodgaan onder de mest, gaat de score zeker omlaag. Dus die mensen werden niet meer geholpen. Dus die kankerpatiënten gingen eigenlijk eerder dood dan hun leven zou kunnen worden verlengd. Maar die artsen gingen twijfelen of ze dat wel zouden doen. Dus die artsen die dat wel deden, die kregen een lage score. Terwijl de artsen die niks deden, die geen poot uitstaken, die kregen een hoge score. En dan kan je afvragen, jeetje, zitten er in de systemen misschien incentives en perverse prikkels die we niet willen? Dus dat is zo'n systeem niet per se positief in die zin. Het kan echt risicovermindering in de hand werken. En dat is ook voor mij een soort paradox in de creatieve industrie, waar wij allemaal lid van zijn. Want we hebben het heel erg over creativiteit en het belang daarvan. Maar ondertussen verzamelen we heel veel data, waarmee je kan afvragen of op de lange termijn dat gevolgen heeft voor de creativiteit. Want het was een onderzoek van TNO, wees heel mooi uit. Eigenlijk een van de zeven belangrijkste dingen om kinderen creatief te laten zijn. Ze moeten niet conformistisch worden. Ze moeten anders durven zijn. En wat bleek nou? Ja, dat anders durven zijn, dat staat onder druk. In een wereld waarin waar zoveel sociale druk ontstaat door de sociale media en al die dingen. En die systemen. Dus dat is een issue misschien. En ondertussen roepen wij maar start-up, start-up, start-ups. En denk ik, ja, voor mij moeten we iets verder kijken dan dat. Dat was de eerste helft van mijn presentatie over het probleem. Nu denk je misschien, holy moly, what the fuck. Het is nogal wat. Maar we kunnen hier wat aan doen. Positieve deel. En ik wil het met jullie over drie groepen hebben die hier iets aan kunnen doen. De politici, de designers, het publiek en uiteindelijk ook jullie zelf als individu. En beginnen met, we moeten natuurlijk de politici wakker maken, die moeten dit begrijpen. En ten dele is dat zelfs al aan het gebeuren. Maar tegelijkertijd moest ik hartstikke lachen toen ik dit zag. Weet je, Rutte die dan zegt van, we moeten normaal doen. En dan denk je, ja, nee, dat moeten we niet doen. We moeten niet normaal doen. Ik zie dat, ja, ik denk dan, nee, dat is niet, dat moet niet gebeuren. En hier wil ik, heb ik nog, hoe zit ik met je tijd goed? Top. Als het mag, dan neem ik jullie heel even kort een stukje filosofie in. Ik beloof dat het kort is. Dit is de filosoof Gilles Deleuze. Frans filosoof, uiteraard. En die schreef in 1995 al heel mooi, beschreef toen eigenlijk dit probleem. En wat hij in wezen zegt is, je hebt eigenlijk twee vormen van controle in de maatschappij. En je hebt de classic en de nieuwe. Nou, en de classic, die kennen we allemaal. Dat is zeg maar het idee van, je doet van alles en op een gegeven moment begin je misdaad. En dan komt er een politieagent, die pakt je op, die stuurt je naar de rechter, die veroordeelt je en dan ga je de gevangenis in. Nou, dat systeem van controle kennen we. Hij zegt, het ontstaat nu in de digitale wereld een nieuw systeem daarbovenop. En dat nieuwe systeem gaat over, je vertoont suboptimaal gedrag. Daar maken we scores van. En via sociale druk en andere manieren nudgen we je de juiste kant op. En dat systeem is veel subtieler. En tegelijkertijd zou ik zeggen krachtiger. Want voor straf zijn mensen volgens mij minder bang voor dan voor sociale uitsluiting. Dus dat is een ding. En wat ik ook zo bizar vind aan dit is dat het oude classic systeem gaat vanuit dat jij vrij bent om te doen wat je wil. En als je er schreef over gaat, dan pas kom je onder de druk van dat systeem. Maar dit nieuwe systeem, permanent werkt het al. Ook als je onschuldig bent, is er al continu al die druk om te conformeren. Dus dat is breder in die zin. Dat vind ik wel een ding, wederom. En hij beschreef het al. Dus als ik mensen hoor zeggen van ik heb niks te verbergen, dan snap ik wat ze bedoelen. Maar dan denk ik altijd van ja, je hebt niks te verbergen voor het oude systeem bedoel je. Je bedoelt van ik heb niks te verbergen naar de politie. Snap ik, ik wil ook meewerken met de politie en dat is allemaal goed. Maar dat nieuwe systeem, daar heb je wel iets voor te verbergen, want dat gaat heel veel invloed krijgen op jouw kans in jouw leven. En op sociaal druk die je gaat voelen om wel vrij te zijn. En daar heb je wel iets voor te verbergen. Dat waren de politici. Die moeten dit gaan begrijpen. Het tweede wat moet gebeuren is dat het publiek moet uitleggen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Een van de dingen die ik nu doe. En,
Een van de dingen die ik denk dat handig is om te doen, is door dit te framen, dat uit te leggen als een soort milieuprobleem. Een soort sociaal milieuprobleem. En ook uitleggen, data is niet het nieuwe goud. Daar moeten we echt van af. Want als goud, daar hebben we alleen maar positieve connotaties bij. Alleen maar positieve ideeën. Goud is fantastisch, er geen slecht ding aan. Met olie snappen we veel beter dat er positieve kanten zijn, absoluut. Maar ook negatieve kanten. Dat hebben we nu ondertussen wel door. Ik denk dat dat een betere metafoor is als we dan zo'n metafoor moeten gebruiken. Met olie snappen dat we gevolgen zijn van het milieu. Dus ik zeg altijd, als je kan zeggen dat je als olie leidt tot global warming, en zo komen we bij de origine van deze titel, dan zou data kunnen leiden, op lange termijn, tot social cooling. En dat is de manier waarop ik denk dat we op de lange termijn dit kunnen uitleggen en begrijpen. Dus ik heb ook een beetje mee gespeeld, dat is nou de timeline. Dus ik dacht, het heeft ons ongeveer 80 jaar geduurd om op dit punt te zijn. En dit punt is, de helft van de mensen gelooft erin en de helft van de mensen ontkent het. Wat een mooie plek is om te zijn, maar dat 80 jaar om daar te zijn. Dus stel je voor, als we dit met data gaan hebben, als we nog zeg maar nu 40 jaar lang gaan denken, nee, data is goud, data is fantastisch, hoe meer, hoe beter. Dan vraag ik me af wat de gevolgen zijn van onze maatschappij op lange termijn, die volgens mij nu al kunnen voorzien. Dit hele verhaal is trouwens op socialcooling.com terug te kijken. Dat is een websiteje die ik heb gemaakt, niet in Drupal helaas. Om dit een probleem een beetje aan te kaarten en uit te leggen. En dan wil ik jullie een klein voorbeeld geven van de dingen die ik doe bij Setup om dit probleem aan het publiek uit te leggen. Want daar hebben we het over. We hebben bij Setup stonden vorig jaar op Dutch Design Week met een tentoonstelling die heette Devious Devices. En die ging eigenlijk over de opkomst van het Internet of Things en hoe in die dingen eigenlijk steeds vaker ook dus algoritmes zitten en hoe die ook steeds vaker keuzes maken en ook in het systeem van die reputatie-economie verweven raken. Loesje-apparaat in het Nederlands. Zo zag het ongeveer uit. En in die tentoonstelling hadden we drie werken en twee wil ik laten zien. Oh ja, dat is mooi. Het begon eigenlijk met een citaat van Marcello Rinesi die zei: in het wereld van Internet of Things is design applied demonology aan het worden. Als je nu slimme producten maakt, dan ben je een soort kleine demonen aan het bouwen. Want niemand weet precies wat er van binnen gebeurt in die black box. Dit is een soort van, je maakt een soort demon en je hoopt maar dat als je dit doet, dan beweegt hij dat. Weet je, ik vond het een mooie metafoor. Het eerste werk wat ik wil laten zien is proefje status. En proefje status is heel simpel. Proefje status is een koffiezetapparaat wat je koffie geeft op basis van je postcode. Als ik nu op play druk, gaat hij dan afspelen? Ja. Maar dus je krijgt de koffie gebaseerd op je postcode? Mijn postcode is 1094. Hij is wel lekker. Dit is geen espresso. Twee sterren. Bedankt. Ik heb 2 sterren gekregen voor mijn wijk. Dat is niet best. Drie sterren. Gadverdamme. Goed, punt gemaakt. Dus dat was voor ons de meest simpele manier waarop we uit konden leggen aan het breed publiek. Die connectie tussen jouw data gaat echte gevolgen krijgen. Dus dat is, en dan meer dan je krijgt betere advertenties. Nee, dat krijgt gevolgen voor je leven. Dus ik wil een klein testje met jullie doen. Of jullie kunnen raden aan de hand van deze mensen of wat hun scores ongeveer zijn. Dus hoeveel sterren hebben deze mensen? 4? 2? 2? Oké, nou, 4 zat er dichtbij in de buurt. Het is inderdaad 4 sterren. Echt een leuk stel dit trouwens. Die vertelde hoe zij wonen in Amsterdam. En ze zegt, wij balen, wij wonen in een rijke buurt. En daardoor met een goede score. En wij krijgen niet meer de IKEA-gids. Wij krijgen de PC-hoofdbode. En die willen we helemaal niet. Weet je, we willen gewoon naar de IKEA. Dus dan zie je al dat soort dingen in de praktijk daar ook hilarische gevolgen heeft. Deze dan. Die vrouw links, hoeveel punten heeft die? Ja? 1? 1? En in de links?
Rechts bedoel ik, hoeveel heeft zij? Vijf? Eén? Oké, heel divers. Eén is zwaar goed. Helemaal goed. Ik zat dus haar niet gedacht, maar dit is een éénsterrenpersoon. Ze woont in ieder geval in een éénsterrenwijk. Het is gebaseerd op je inkomstenniveau en educatieniveau van de mensen in die wijk. De overheid geeft die data elke 4 jaar gratis vrij. Dus die kunnen we gewoon gebruiken. Het tweede project wat in die tentoonstelling stond, wat ik kort aan wil kaarten, is de Home Control Kit van Jasper van Loenen. En zijn idee was, nou ja, je hebt allemaal van die leuke kids, hè. Je wilt ook dat die kids zo meteen fucking 5-sterren kids zijn. En je hebt tegelijkertijd zo meteen een smart home. Dat komt eraan. Kan je dat niet met elkaar combineren? Dus hij zei, we gaan ouderschap automatiseren. Dat lijkt me een heel goed idee. Dus hij heeft een aantal dingen gemaakt. Een aantal objecten en een controleapparaat. Ik zal eerst het controleapparaat laten zien. Het idee is dat je kinderen krijgen zeg maar, heel de tijd scores in die dag. En dat heeft invloed op de apparaten en wat ze kunnen doen. Dus stel je doet de afwas niet, dan gaat je score omlaag en dan gaat je PlayStation niet meer aan. Dat soort dingen. En je kan als ouder dus ook heel de tijd zien zeg maar, hoe het met de score staat. En wat ik ook heel sterk vond, is dat je dus ook hier heel mooi laat zien het project. Hè, in een soort kleine schaal, dat is het grote probleem. Dus die algoritmes zijn niet neutraal. Iemand zit gewoon aan die knoppen van wat goed en wat slecht is. In dit geval de ouders. Weet je, wat is goed gedrag? Dat bepaalt natuurlijk de Chinese overheid, dat bepaalt hè, de verzekeraar, et cetera. Dus ja, dat vond ik een heerlijk project. En natuurlijk, als kind kon je dan een armbandje omdoen, waardoor je dat dan weet. En voor de allerkleinste hebben we natuurlijk ook een soort toy. En hiervan werd het hoofdje, zeg maar, donkerrood, met een ledje in, rood als het kind een slecht score had. Ja, ik heb 3 kinderen, afgezien van de fietjes, doe je dat toch ook? Ja, dat doe je ook, maar dan niet geautomatiseerd. En dat is nieuw en dat maakt het anders. Dat is het hele punt. Ja, nee, dat doe je, tuurlijk. Maar dingen, systemen hebben natuurlijk een soort verhaal van dit is objectief, dit is neutraal. En hier zie je het heel mooi. Dat is helemaal niet neutraal. Dat zijn gewoon ouders die gewoon bepalen wat belangrijk is. Dat vond ik dat het mooie weer gaf. En hier zie je een soort probleem, een soort inbalans die er ontstond. Esther Keijenmolen, wetenschapper, zegt dat heel mooi. Hij zegt, vroeger was het zo, jij was niks van je stofzuiger, maar de stofzuiger wist ook niks van jou. Dat is geen probleem. Maar nu leven we in een wereld waarin jij nog steeds niks weet van die stofzuiger. Maar die stofzuiger weet ineens wel heel veel van jou. En dat is een nieuwe onbalans eigenlijk. En daar moeten we iets mee doen. Goed. Hé, wat zit nou? Oké. Dat was 2. Dus dat is het publiek uitleggen wat er aan de hand is met gekke projecten in mijn geval. Het derde wat er moet gebeuren is denk ik, we moeten een markt creëren voor privacyvriendelijke producten. En daar moet denk ik ook nieuwe metaforen gaan gebruiken. Dus ik gebruik zelf wel het verhaal van vergelijk het met biologisch eten. Hè, dus we zeggen vaak, biologisch eten is een enorme markt geworden. Het duurde even een paar jaar, maar dat is nu echt een gigantische markt. Het gaat 400 miljard om of zo. Gigantisch. En iemand zegt, nou, we kunnen het hebben over plofkipdata en ecologische data of zo. Weet je wel? Facebook, dat is plofkipdata. En we moeten eigenlijk andere diensten hebben en andere producten. De Nest is plofkip en ik wil een ander product, een andere slimme thermostaat die niet een plofkip thermostaat is, maar je snapt hem. Daar moeten we een soort verhaal voor gaan maken. Dit is duidelijk niet het juiste verhaal, maar er moet een verhaal voor komen om dat aan de consument uit te leggen. Van kies bewust, kies voor een privacyvriendelijk product. Design is daar heel belangrijk voor. En daar zijn jullie dus ook heel belangrijk bij. En jullie krijgen ook steeds meer die vraag. En gelukkig zie je ook in Nederland heel sterk de opkomst van value-sensitive design. Dat is in TU Delft nu echt een enorme poot. En zelf ben ik heel geïnteresseerd in een subpootje daarvan, privacy design. Dat is het omgaan met privacy specifiek en data issues. En het mooie is, het is de law, dit moeten we doen. Maar nee, dit is echt de wet, dit moeten we doen. Als in de GDPR. Ik was even benieuwd, wie kent de GDPR of de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2 mensen, 3, 4... 5, 6, 8 mensen, weinig mensen. Dit is echt een gaaf ding. Dit is de nieuwe Europese privacywet. General Data Protection Regulation. En die gaat volgend jaar in. Tenminste, hij is al ingegaan, maar vanaf volgend jaar, vanaf 25 mei, wordt hij ook echt nageleefd. Dus als je hem dan over de schreef gaat, dan krijg je echt een dikke boete tot 4% van je wereldwijde omzet. En in die wet staan echt een heleboel goede dingen. Ik weet niet wat er aan de hand is in Brussel, maar daar is iets goed gebeurd. En er staan onder andere dingen in als dat privacy by design moet dus vanaf dan. Dus dat betekent als je een product koopt of een dienst gebruikt online, dan kan de consument, die burger, kan vragen, heb je al een privacy by design gedaan? Heb je vanaf van tevoren wel over privacy nagedacht?
Want dat wordt dus verplicht. En als je dat niet doet, ja, hoop ik dus, dat ik heb er zin in, dat er rechtszaken gaan komen van, hé, wacht eens eventjes, dit is niet over nagedacht. Waarom moet dat via de cloud? Het kan ook gewoon lokaal. Dus dat is ook heel gaaf. Hè? Politie zijn hier echt gewoon in een wet aan het zetten hoe design moet. Ik vind het vet, zelf. Andere dingen die erin staan is het recht om echt gedelete te worden. Dus als je een account wil deleten, wacht nog even tot 25 mei van het jaar en delete hem dan. Want dan is het ook echt zo dat ze hem ook echt moeten deleten. Als je nu een account delete bij Facebook, dan delete ze niet echt. Dan maken ze hem onzichtbaar voor jou. Van dan moet hij echt worden gedelete. Vier foreign parties, buitenlandse partijen die gedragsdata over jou verzamelen, die moeten ook volgens de EU-wet gaan handelen. Ik wist niet eens dat het kon, maar hoe vet. Dus als ze data opslaan in Amerika, dat maakt niet meer uit. Informed permission is ook zo mooi. Dus zometeen, je klikt elke keer op van ja, I agree, whatever. Maar zometeen moeten partijen sterker dan nu kunnen aanduiden dat de burger, de consument, weet waar die ja tegen zegt. Dat het echt informed is. Het wordt echt, ik weet de antwoorden niet allemaal hoe dit allemaal gaat werken, hè? Maar dat staat nu in de wet. Dus dat gaan we heel veel lol mee hebben de komende jaren. En voor mij eigenlijk ook heel belangrijk, er moet een human in the chain zijn. Dus er zit letterlijk één zinnetje in die nieuwe wet. Eén zinnetje. Maar hij staat er. En die zegt dat die beoordeling waar we het over hebben gehad, hè, die sterren, dat iedereen heeft gebruikt, dat mag niet meer 100% volledig geautomatiseerd gebeuren. Er moet altijd ergens een mens in de keten zitten. Want je reken daarmee dus kan vragen, hey, hoe is die score tot stand gekomen? Hoe zit dit? Dat je daar in ieder geval erg nog een mens aan kan spreken van, yo, ik ben nu ontslagen, want ik was een te slechte leraar. Dat is echt een gebeurd verhaal. Hoe zit dit? In haar geval bleek dat de leraar het jaar voor haar had met de cijfers van studenten gesjoemeld, waardoor hij er heel goed uitkwam en zij ineens een laag score kreeg en werd ontslagen door hem. En dan moet je dan maar achterkomen, want ja, nee, dat algoritme is neutraal hoor, zei haar baas tegen haar. Wat een gevecht. Oké, nou, en dit hoop ik ook dat er gebeurt zometeen. Dat ik denk, als door deze sterke bescherming en als burgers gaan beseffen wat er aan de hand is, dan gaat er een enorme markt komen voor dit soort producten. En wij in Europa hebben daar een enorme stap voor, dankzij onze goede wet. Dus zometeen ga je krijgen, ik wil graag een slimme thermostaat uit Europa, want dan weet ik in ieder geval dat ik het recht heb op dit en dit en dit en dit, en dat over nagedacht is. Ik denk dat een enorme kans is voor ons. Ik ben daar echt heel blij mee en ik duik niet voor niets op die markt. En het laatste is ons als individu. Wat kunnen we daar nou doen? Nou, ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal om te zeggen, om te stoppen en zeggen, ik heb niks te verbergen. Dat is echt niet waar gewoon. En je hebt dus wel iets te verbergen. En dat gaat dus niet per se over of je een crimineel bent of zo. En dat gaat gewoon over de kansen die je krijgt in je leven. Die steeds meer van die digitale systemen afhangen. En daarom zeg ik altijd, sindsdien kan ik uitleggen wat privacy is, sinds ik dit begrijp. Privacy is het recht om imperfect te zijn. Om een wereld waarin zoveel druk ontstaat om de perfecte burger te zijn in China, om de perfecte consument te zijn, et cetera. Om te kunnen zeggen, nou ja, nee, daar onttrek ik me aan. Ik wil dat niet. Dat is hartstikke belangrijk. Ik vind dat ze, ja, het was echt een inzicht dat ik na 3 jaar ineens had. En eindelijk kan ik uitleggen wat het is. Dit is privacy, het recht om imperfect te zijn. En toch merk ik heel vaak, vooral in de start-up scene, waar ik ook veel kom, in de technologiewereld, dat mensen, ja, maar privacy was maar een fase, joh. En dat hadden we een tijdje, dat gaat nu weer weg. En ik, what the hell? Weet je, alsof het een soort eb en vloed is. Ja, dat gaat en komt. Als je vergelijkt met een ander mensenrecht, dan zie je hoe stom het is. Je gaat ook niet zeggen, vrouwenrechten, ja, dat was maar een fase. Weet je wel? Dat is niet nodig. Ja, dat gaat weer weg. Dat hadden we een tijdje, het was leuk. Nee, dat is beschaving, die hebben we opgebouwd. We moeten niet zomaar, dat is geen eb en vloed. En natuurlijk, Edward Snowden legt het nog veel mooier uit dan ik dat uit kan leggen. Hij zegt, arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Dus zelfs als jij denkt dat jij niks te verbergen hebt, er zijn andere mensen die wel iets te verbergen en die hebben dat recht keihard nodig. Dus niet meer zeggen ik heb niks te verbergen. Concluderend. Dit was het thema van het jaarthema van Setup in 2015. Ik ben bang dat we, als we niet opletten, dat we een soort brave nieuwe wereld aan het creëren zijn. Waar die systemen steeds meer van dat soort invloeden hebben die ik heb beschreven. Waar heel subtiele invloeden, maar zeker bestaande invloeden zoals we nu al zien. En dat die sterker gaan worden. Daar moeten we oppassen en daar hebben we eigenlijk allemaal een verantwoordelijkheid toe. Een ethische verantwoordelijkheid, ook als ontwerpers. Nog een voordeel van het vergelijken met global warming is dat je ziet dat het
een probleem is dat niet één groep even op gaat lossen. De politie in Europa hebben hun werk nu gedaan. Maar wij designers moeten ons werk doen. Burgers moeten het begrijpen. Het is een gigantisch probleem. Het is echt het sociale milieu dat onder druk. Als we dat niet doen, dan krijgen we misschien een wereld waarin we allemaal wel misschien ons beter gedragen. Maar misschien ook wat minder menselijk zijn. Dat is mijn punt. Dankjewel. Wow, Timon. Dat is heel veel boodschap. Ik wil je bedanken met een lamp. Het is een fasenlamp. Hij heeft een wifi nodig. En dan gaat hij, afhankelijk van Frank Schaats en kinderen, gaat hij rood of blauw worden. Nee, van harte bedankt. Een zeer inspirerend verhaal. Dank je wel. Ik denk dat er heel veel boodschap in zit. Ja, inderdaad. Fijn. Gaaf. Dit voelt overigens wel een beetje als Big Brother die nu doet. Deze ga ik sowieso hacken. Neem alsjeblieft plaats. Ja. Een heel inspirerend verhaal met heel veel boodschap en mooie one-liners. Wat zijn nou de meest gestelde vragen als jij deze boodschap in het veld vertelt aan start-ups of aan CEO's? Wat is dan de meest gestelde vraag van iemand die zegt maar? Ja, nou, de meest gestelde vraag heb ik niet voor niets opgenomen in de presentatie en is, maar dit bestond toch al lang. Mm-hmm. Het is alsof dat een soort, maar dan maakt het niet meer uit. Maar het wordt veel krachtiger en dat maakt echt uit. Weet je? Het wordt anders door de technologie die het versterkt. Dus hetzelfde als je zegt de kinderen, maar dat doe ik al bij mijn kinderen. Het is niet anders omdat je het op een digitale manier doet. Ja, dat maakt het anders, want je haalt eigenlijk een manier weg om er vragen over te stellen. Van nou, het is neutraal, objectief. Het is heel de tijd. Hè? Je bent niet thuis en het kind wordt nog steeds beoordeeld. Weet je, het is, wat ook zeggen die twee systemen, het is permanent. Mm-hmm. En dat is echt, het is heel fijn als je af en toe even los kan laten. Ik weet niet of mensen dat VPRO, die leuke VPRO-serie hebben gezien. Die twee jongens die gingen echt permanent als een camera op zich gericht. Die wilden eigenlijk 3 of 4 weken wilden ze dat permanent. Echt bij het slapen, alles had een permanente camera op zich. En dan gingen ze rondlopen door Amsterdam. Die stopten na iets van 1,5-2 weken. Want een van die jongens die trok het gewoon niet meer. Weet je, om continu de beste versie van jezelf te moeten zijn, te spelen. We spelen continu een rol. En dat is niet erg, dat is hoe het leven werkt. En als we dat niet erkennen, dat we een interne persoon hebben en een externe persoon, meerdere zelfs, dan zijn we niet precies genoeg, niet complex genoeg in ons denken over de gebruiker eigenlijk. En dan hebben we een probleem. Ik heb besloten nooit meer te twitteren. Ongetwijfeld zijn er mensen die dat wel doen en die hebben dan vragen over Timon, over privacy, over zijn visie erop, maar misschien wel in verhouding met ons als gemeenschap, als druppel of als technologie. Wie heeft een hele prangende vraag en wil nu het moment pakken om te gaan staan en zijn naam te zeggen? Achterin. Nog heel kort over Twitter trouwens. Wat ik wel eens doe, is ik tweet af en toe gewoon een tweet met heel veel positieve woorden erin, zodat die sentimentanalyse algoritmes dan denken, dat is een positief persoon. Krijg je positieve reclame. Ja. Nee, serieus. Dan begin ik gewoon met, dit is voor de algoritmes, dubbele punt. En dan happy, happy, blij. Ja. Heel goed. Maar kun je je naam vertellen en je vraag alsjeblieft? Wacht even hoor. We hebben heel veel fantastische diensten, zeg maar. Ja. Die bestaan bij de gratie van het feit dat ze al die data van ons gebruiken. En wat is het alternatief voor de diensten? Als wij die diensten niet meer kunnen gebruiken, Facebook is gewoon. Ja. Timon, kan je de vraag herhalen? Ja, dus de vraag is eigenlijk, maar die diensten zijn hartstikke mooi en die hebben we nodig, die kunnen we bijna niet meer zonder. Dus wat is het alternatief? Nou, ik denk dus dat er wel degelijk alternatieven zijn. En dat we die dus, dat een goed designer, die moet zoeken. Ik denk dat juist vaak de cloud bijvoorbeeld meteen maar gebruiken, eigenlijk een soort luiheid is van de ontwerper. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik deed eind vorig jaar een klein onderzoekje naar de slimme thermostaten in Nederland. Alle thermostaten in Nederland die je kan kopen, gaan allemaal rechtstreeks via met hun data naar de cloud. En dan, dus jij zegt op je app, zeg je ik wil een graadje hoger, gaat het naar de cloud en dan weer terug naar je Nest of et cetera, om daar dat aan te passen. Terwijl je op hetzelfde lokale netwerk zit. Maar dat gaat allemaal via de cloud. Natuurlijk, dan willen ze de data hebben en zo. En het is makkelijker. Terwijl dat kan je op een andere manier ontwerpen waarop dat minder gebeurt. Dus heel veel diensten kan je op zo'n manier ontwerpen dat het minder een groot probleem is.
bijvoorbeeld dat je Domino's pizza wordt getracked met GPS waar die precies is. Dan denk je, ja, dat is niet nodig. Ik wil gewoon weten over hoeveel minuten mijn pizza aankomt. Dus vertaal die afstand in een tijd, prima. En dan heeft die pizzacourier een beetje privacy. Weet je, dat is, het gaat soms is het soort van default van gaan we maar allemaal data maar verzamelen. En we gooien overal een tracker in. Dat hoeft niet. Dus het is gewoon goed design is daar een ding. En ten tweede ben ik gewoon bang, misschien is dat wel waar. Sommige dingen moeten we misschien ook gewoon niet meer doen. Weet je, ik denk dat we over 20 jaar terugkijken en denken, jeetje mina. Ik denk dat we over 50 jaar, dan kijken we terug en dan noemen we onze generatie de privacyloze generatie. Ik denk dat wij de uitzondering zijn. Wij zijn een soort bizarre periode in de geschiedenis waarin mensen alles online delen. En de gevolgen komen natuurlijk later. Zodra mensen die over 20 jaar echt gaan inzien. Eerder al hoor, ik denk dat over mensen worden al bewust, maar over 20 jaar is het echt op de agenda. Dan gaan mensen echt het anders doen. Uiteindelijk zijn wij ook maar een fase geweest. Dan. Uiteindelijk zijn we ook maar een fase. Nee, ik denk het wel. Mensen zeggen van privacy, dat gaat voorbij. Nee, wij zijn een hele bizarre glitch in het niet begrijpen wat privacy is. Ik zag een mooi voorbeeld in Hack in the Box. Dat is een grote hackersconferentie waarbij een slimme thermostaat gehackt werd en dat de ransomware op werd getoond. En hij was 40 graden en hij ging pas naar een normale temperatuur toe op het moment dat je in bitcoins ging betalen. Ja. Een heel mooi verhaal van een man die had een relatie en zijn vriendin had zo'n slimme thermostaat. Ging uit en toen ging zijn ex-vriendin met haar nieuwe vriend op vakantie. En toen heeft hij had nog steeds toegang tot die app. Toen heeft hij de thermostaat maximaal aangezet voor de hele tijd vakantie was. En vlak voordat de vakantie terugkwam heeft hij hem weer uitgezet. Zodat hij dan werd van, oh wat een hoge gasrekening heb ik ineens. dat is kleine heerlijke dingetjes. Zijn er in dit kader en van dat soort voorbeelden andere vragen die mensen willen stellen? Erik, denk ik. Dankjewel voor de mic. Ik ben niet zozeer bang voor die brave nieuwe wereld, dan wel bang voor een tweedeling. De semi-anonimiteit die Twitter biedt, geeft grote mensen de vrijheid om te schelden. Het directe contact mondt uit in een negatieve ding en in een positieve ding. Ik ben eerder bang dat die tweedeling sterker wordt als we daar niet actief op dat systeem ingrijpen. Dat denk ik ook. Ik bedoel, dit is iets wat een kloof kan verbreden. Dat is natuurlijk de kloof tussen. Het Matthew effect heet dat. Dat is een van die algoritmische gevolgen is dat als je in een slechte wijk woont, dan heb je waarschijnlijk wat minder geld. Betaal je vervolgens ook meer voor je zorgverzekering. Het zijn andere verzekeringen. En dus blijf je arm. Terwijl woon je in Wassenaar, dan betaal je ook nog eens minder voor al die dingen. Dus als je een goede plek hebt in de maatschappij, dan krijg je ook meer kansen en gaat het met je beter. En het toffe van een goede maatschappij is dat daar een soort flexibiliteit in zit. Dat je nog hoe meer kans je hebt om omhoog te, een dubbeltje kan een kwartje worden, dat is belangrijk. En dit soort systemen kunnen effect hebben dat een dubbeltje niet meer zo snel een kwartje kan worden. En dat is echt iets gevaarlijks. En vooral, het is allemaal verpakt in die. We zijn allemaal zo blij met technologie. Weet je, ik ook, vind technologie is echt gaaf. Maar we hebben zoveel hoop erop gelegd. En ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis. Vroeger, in de middeleeuwen was het helemaal religie. Dat was het idee. Waar leg je hoop op de toekomst neer? Vroeger was het religie. Nou oké, daar zijn we klaar mee. Toen kwam de verlichting, toen was het politiek. Via politiek gaan we de wereld beter maken. Nou, tof. Wetenschap is nog altijd goed bezig. Op een gegeven moment is het geloof in de politiek op dit moment al echt een beetje op een soort laag pitje. Dus wat zie je dan? Mensen gaan, geloof in de economie kwam heel erg op. Hè? Want de economie, het is onzichtbare hand, maar als een markt, dat zagen we de afgelopen 20, 30 jaar. En nu zie je wat je heel sterk ziet, is het geloof in technologie. Het is echt een geloof dat technologie de wereld beter gaat maken. En dat kan ook, de technologie kan veel dingen beter maken, maar het geloof zit wel in de weg van het nuchter beoordelen ervan. Ik zie dat heel vaak met Silicon Valley. Het is zo allemaal hype, het is zo allemaal, oh het wordt echt fantastisch, weet je, de 3D-printer krijgen we in iedereen's huis. En dan 3 jaar later zijn we de volgende hype en zijn we de vorige weer vergeten en ondertussen is er heel veel geld weggegooid. Bibliotheken in Nederland die allemaal een niet werkende 3D-printer hebben staan. Dat geld dus ook andere manieren kunnen gebruiken. Et cetera. Dus die hypegevoeligheid is een probleem. Dat is een van de dingen die ik zeg. Ik ben gewoon nuchter over technologie. En dat is bizar genoeg een zeldzaamheid. En dan word je vaak weggezet als pessimist. Nee, ik ben geen pessimist. Ik zie heel veel kansen. En ik denk dat juist als we dit met z'n allen goed regelen. Als we wel wetten maken. En als we wel goed design doen. Et cetera, dan wordt het heel tof. En ik zeg er niet iets raars mee. De hele geschiedenis is een geschiedenis van dat mensen nieuwe technologie ontwikkelen en volgens de scherpe kantjes ervan afveilen. En zeggen, dat niet. Ik bedoel, we hebben ook gezegd, kernenergie,
Laag pitje, doe me niet. Weet je, dat kan. We kunnen zeggen technologie nee. Dat mag. Dat is heel vaak hoe het werkt. Dus het probleem is een beetje dat als je gelooft dat technologie niet te stoppen is, op dit moment het geloof is, hè, ook onder politie heel erg, is niet stoppen, ja, hij houdt toch niet tegen. Ja, dan houdt niemand het tegen en wordt het ook een self-fulfilling prophecy dat het niet wordt tegengehouden. Terwijl het normale status is dat het wel wordt bijgeveild en aangepast. Dat is een dans die we in onze maatschappij doen. Maar als we stoppen met die dans dansen, ja, dan krijgen we een dystopische wereld waar alles moet wijken voor de data en technologie. Mag. Ja. Heftig tijd verhaal. Voor één vraag. Wil jij je vraag stellen? Kan jij even wachten op de mic? Ja. Dankjewel. Inspirerend verhaal inderdaad. Ik zou nog een ander aspect willen aanraken. En dat is namelijk gratis. Want ik denk ook dat dat een heel belangrijke verandering is ten opzichte van veel technologische ontwikkelingen in het verleden. Wij vinden het nu heel normaal dat allerlei best hele complexe en geavanceerde diensten gratis zijn. We geven wel €50 per maand uit aan een abonnement en een mobieltje. Ja. Maar wat we ermee doen, dat mag niks kosten. Ja. En ik denk dat dat aspect ook heel erg bepaalt. Want als iets gratis is, zeg ik vaak, ben je zelf het product. Precies. Hey, mensen maken natuurlijk, mensen zijn niet gek, mensen maken een afweging. Van, ik krijg iets, ik weet dat er een privacy risico is. Maar dat weegt op dit moment gewoon niet zo zwaar in die weegschaal. Dus het is niet gratis, je betaalt met je data. Maar mensen hebben dan niet goed door hoeveel dat waard is. Mensen denken op dit moment, ik merk het heel veel met studenten, die denken van, oh ja, maar door die data krijg ik betere advertenties. En dat is toch fijn? En dat is heel naïef. Van, ja, wordt ten dele wordt die data gebruikt om betere advertenties te genereren. Maar dit is geen markt van 150 miljard als dat het was. Weet je, het gaat om risicobeheersing. Jij bent een risico. Voor iedereen, voor marktpartijen, voor verzekeraars, iedereen van je risico naar elkaar. En deze markt wil risico indammen en voor iedereen risicoscores maken. Om uit, nou, wat is de kans dat deze persoon vroeg overlijdt, laat overlijdt, dat hij rijk wordt niet. Wat is dat punt? Gratis. Ja, dus het is niet gratis. Het is, je betaalt met je toekomst eigenlijk. Je betaalt met je kansen. Nou, dat is een lange termijn ding. Hè. Korte termijn krijg je gewoon gratis shizzle. Lange termijn vind je niet krijg je niet de leuke baan bij Philips, want je score was te laag. Als je er überhaupt al achterkomt dat het was. Hè. Op dit moment worden jullie allemaal gedata-discrimineerd. Alleen, hoe kom je erachter? Je weet het niet eens. Het is achter de schermen. Het zit in een algoritme. Je moet erachter komen. Oh, hey, ik betaal €5 per maand meer voor dezelfde ding als mijn buurman. Maar mijn score was ook. Ik woon in een andere postcodegebied. Er zijn eindeloos veel voorbeelden hiervan ook al. Van jonge mensen die eigen bedrijven beginnen en die ineens €1000 moeten neerleggen om een energieaansluiting te krijgen. En dan ging die vader ging achterhalen van waarom? Waarom is zijn risico? Nou, dan moesten ze helemaal ingraven. En toen bleek dat zo'n partij had zo'n risicoscore aan Eneco verkocht over zijn zoon. En die bleek uiteindelijk maar op één ding gebaseerd, want ze hadden nog geen data over hem. Hij was nog te jong. Ze had heel weinig data. Ze had alleen maar zijn postcode. Dus die postcode werd alles bepalend. En zijn bedrijf startte hij aan de buitenrand van een stad, want hij had weinig geld, start-up. Dus daarom moest hij ineens, weet je wel, was hij ineens risico. En dat was alles. Maar dat daarachter komen was een enorme struggle. Dus het is heel erg ontransparant. En het is overal. En ja, je hebt het vaak niet eens door. Ik wil nog een heel hartelijk applaus voor Tijmen voor een heel goed verhaal. Dankjewel, Tijmen. Dankjewel. Nog een paar mededelingen. Overigens wil ik nog even zeggen, je hebt zoiets als gratis diensten, gratis data, maar ook gratis software. Laten we niet vergeten, wat wij doen is nog steeds GPL en daar geven we echt om hopelijk. Wij geven gratis code en tijd aan de gemeenschap. Dit is ook georganiseerd door vrijwilligers. Dus het begrip gratis bestaat nog steeds, alleen heeft een andere definitie gekregen. Deze definitie van gratis moeten we naartoe. Dit moet de enige zijn eigenlijk. Ja. Je gewoon vrij. Dat is echt veel beter. Gratis als in vrij. Het gaat ook belangrijker worden. En vanavond hebben we gratis bier. Ik wil nog een paar dingen zeggen. Kennen jullie de beroemde Everybody a Car? Willen jullie eens onder je stoel voelen om te kijken wat daar zit? Daar heb je 200 van jullie hebben daar een kaartje van een sponsor. Daar kunnen jullie een Easy Company, daar kunnen jullie een mok bij krijgen als jullie die kaart hebben. Er zitten Willy Wonka's tussen, dus dat betekent als er gouden ertussen zit dat je een koffiezetapparaat hebt. Dankjewel Easy Company. Als opvolging daarop, het programma, de rest van het programma gaat nu van stand. Nog heel even geduld alstublieft. Heren, dames, even. Mag ik heel even? Stilte!
Er zijn 4 zalen. 3 zalen zijn boven. Waar jullie de entree hadden, daar kan je met een trap omhoog. Daar zijn 3 zalen. Die zijn genoemd naar de sponsoren. Ze zijn een UX track, een business track en een developer track. En beneden heb je er nog 1. Dat is een grote zaal, ook als je bij de inkomst komt. Op drupaljam.nl staat nu het programma rechtstreeks bovenaan. Dus kijk welke sessies je wil. De volgende begint al over een paar minuten. Dus kijk welke sessie je wil. Ga daarheen. Heb vandaag een geweldig leuke dag. Veel plezier. Dank jullie wel.